Ik zal het momenteel niet zeggen, maar in Nienhoven zijn ze nu vol een bak achter de schermen bezig voor de volgende carnaval. Ik vroeg mij af wat er daar juist allemaal afspelen achter de scherm en ben bij een paar organisators gaan vragen wat die juist allemaal deden. Ik ben hiervoor gaan kijken bij verschillende belangrijke schakels in de carnavalsorganisatie. Ik ben gaan kijken bij de voorzitter van het carnavalscomité, de voorzitter van het feest, van de feestcommissie, het opperhoofd van de prinskamer en de grote wortel, of ook wel de voorzitter van de ridders van de wortelorde. Ook ben ik gaan praten met Michel Casteur, die tot verleden jaar burgemeester was. Ik ben Erik Hermans, beter bekend als Riekes in de carnavalwereld. Ik ben voorzitter van het carnavalscomité. Het carnavalscomité dat inhoudt, dat zijn de vijf instanties van de carnaval, zijn de carnavalraad, de ridders in de wortelorde, de prinsenkameren, de feestcommissie en de raadsdames. Die vijf groepen samen die vertegenwoordigen het comité. En daarvan ben ik dus eerst en vooral voorzitter. En dan ben ik nog bij de prinsenkameren. Daar ben ik ook voorzitter van. Daar noemt dat wel een opperhoofd. En sinds verleden jaar ben ik daar ook voorzitter van. Ik ben Ivo de Dijn en ik ben momenteel voorzitter van de ridders. Dat noemt bij de ridders de grote wortel. Dat voorzitterschap dat is niet blijvend. Dat is om de 3 jaar iemand anders. Dus dat gaat echt niet goed doet, dan kunnen ze je rapper afzetten. Maar dat gebeurt bijna nooit. Maar ik zit wel al toch al een 30 jaar in carnaval. Eerst in carnavalgroepen gezeten. En nu sinds een jaar of 11 ben ik bij de ridders. En sinds vorig jaar ben ik voorzitter bij de ridders. Ik ben Michel Casseur. Ik ben afkomstig van Appelberg. Maar woon al 47 jaar in Voorde. Ik ben 33 jaar in de politiek geweest van Nienhoven, waarvan 14 jaar als schepen en 6 jaar als burgemeester. En ik ben gestopt dus nu in de loop van dit jaar op 1 november. Ik ben Andy de Pont. Ik ben van het jaar 65, dus vorig jaar 50 jaar geworden met kerstmis, een paar dagen geleden. En ik ben ook een beetje in het carnavalgebeuren betrokken in Nienhoven sinds een aantal jaren. Daar komt enorm veel bekijken, dus ik ben ook lid van de stedelijke feestcommissie. Een aantal jaren geleden zijn we aangesteld als kanselier in Nienhoven. En wat is kanselier? Dat gaan er zich waarschijnlijk veel mensen afvragen. Dat is eigenlijk de grootste onderscheiding die je kunt krijgen in het carnavalgebeuren. Dus ik heb die een titel gekregen in het jaar 2006. En sinds een paar jaar ben ik nu ook lid geworden van de stedelijke feestcommissie op vraag van mensen, dus of daar maar geen interesse voor hadden. En wat is de stedelijke feestcommissie? Dat houdt eigenlijk in de organisatie van de zondagstoet. Dus dat heeft niks te maken met de prinsaanstelling of zo. De stedelijke feestcommissie is enkel en alleen de organisatie van het zondagsgebeuren, de stoet die door de stad rijdt en zo. Dat is allemaal de feestcommissie. De ridders hebben eigenlijk één bezigheid en dat is organisatie van kindercarnaval. En ik moet zeggen, zonder pretentieus te zijn, daar zijn we goed in, want we hebben toch wel de grootste kindercarnaval van het land. Elk jaar tussen de 500 en de 700 kinderen die meedoen in de stoet, om nog niet te spreken van al de anderen die naar de show komen kijken, daarachter in de sporthal. We hebben een zeer groot feest. Dat is één dag, de zaterdag van carnaval, maar de voorbereiding, dat is wel, ik kan niet zeggen dat we er een heel jaar mee bezig zijn, maar daar kruipt ongelooflijk veel tijd in en dat is een serieuze taak, mag ik wel zeggen. Maar dat is ons hoofdbezigheid, kindercarnaval, daarvoor doen we het. Het carnavalcomité is, dat dient eigenlijk om iedereen op elkaar doen af te stemmen. Dus de verschillende organisaties, zowel de ridders als de carnavalraad, wat organiseren die allemaal? Dat zijn de prinsaanstellingen, de machtsoverdrachten, de wortelworp. En dan heb je de feestcommissie die het organiseren
die de stoet organiseren of de stoeten organiseren, voor de prijzen moeten zorgen. Dus dat is, wat doet dat comité dan? Het comité coördineert dat allemaal, ik zou het zo zeggen. Dus dat alles op elkaar afgestemd geraakt. Samen ervoor zorgen dat alles goed verloopt, dat is het belangrijkste. Veilig verloopt, reglementen samenstellen of helpen mee samenstellen, ik zou het zo zeggen. Want tenslotte blijft iedereen nog een beetje een baas in zijn eigen kot. Maar het moet toch allemaal een beetje op elkaar afgestemd zijn om een goed resultaat te hebben. En dan moet ik zeggen, de laatste jaren zijn we daar redelijk goed in. Er komt enorm veel bij kijken. Er moet een veiligheidsplan opgesteld worden. Alles van de ganse stoet vanaf de start, van voor de start, moet alles al tot in de puntjes geregeld zijn. Er moeten hulpdiensten voorzien zijn. Er moeten hulpposten voorzien zijn. En de brandweer moet paraat zijn. En er moet ook voor gezorgd worden dat alle punten, zowel door brandweer als politie, bereikbaar zijn. Dus het is een enorm werk vooraf om alles tot in de puntjes te organiseren. Ik moet eerlijk zeggen, door de jaren ondervinding is dat wel al iets vlotter. Maar toch is er iedere keer, zijn er toch een paar punten waar we zeggen, ah, daar moeten we meer aandacht aan geven. Maar dus, je kunt niet zeggen, ik ben er maar half bij betrokken, je bent er 200% bij betrokken. Ja. Bij mij is dat begonnen. Ik denk dat ik een jaar of 10, 11 was, dat ik meegelopen heb in kindercarnaval. Met een groepje, Tsotninov. En eigenlijk van die eerste moment is dat beestje bij mij beginnen groeien en dat is niet meer gestopt. Ik raak daar niet van af. En ik ben er eigenlijk nog altijd niet aan toe om ermee te stoppen. Ik ga dat blijven doen, ik doe dat ongelooflijk graag. Het is wel zo, moest ik nu niet bij de ridders zitten, Dan zou het waarschijnlijk moeilijk zijn. En ik zie dat de leeftijdsgenoten van mij, die hebben al afgehaakt, omdat ze niet in die molen meedraaien. En als je gewoon in een groep zit, dan worden die een adem in die groep en dan geraakt het waarschijnlijk wel gemakkelijker aan de kant. Maar ik ga zeker nog niet stoppen en dat gaat blijven duren, dat ben ik zeker. Ik raak daar niet van genezen, van die microben. Dat is inderdaad de groei, hè. Dus je begint, zoals dat Ivo zegt, als kind, als jong manneke, ergens kindercarnaval of meelopen in de stoet. Bij mij was dat in de jeugdbeweging, bij de scooten dat men in het begin meeging. En daaruit groeit dat dan. Hè. Dus bij de scooten waren men kwam dan te huwen en dan moesten bij de scooten weg. En dan zoekt je naar iets anders. En zo ben ik in de carnavalgroep terechtgekomen, de Tempeliers in tijd. En dat was, in het begin was dat voor, zoals ik daar straks gezegd heb, voor een prinsverkiezing. Maar nadien zijn we dan overgegaan naar carnaval zelf, naar de stoet zelf, wagens begint te maken, alle topprestaties gehaald, alles gewonnen wat er toch te binnen viel. En zo gaat die molen altijd maar verder en verder. Hè. Was je altijd al bezig met carnaval of was er een moment dat je echt herinnert dat je zegt dan is het begonnen? Ik moet zeggen, ik was geen echte carnavalist. Wij waren meer van de buiten en die waren niet zo in die tijd als we jong waren geïnteresseerd. Ik ben maar veranderd op het ogenblik dat ik burgemeester werd in 2009. Omdat dan de gewoonte was dat de burgemeester ergens daar iets kwam zeggen bij de machtsoverdracht. Ik heb dat altijd heel ludiek gedaan. Ik heb die mensen ook beter leren kennen en het geheel van carnaval beter leren kennen. En ik moet zeggen, ik ben daardoor een carnavalist geworden. Ja? Vooral die samenhang tussen al die mensen, vooral van de raad, van bestuur, van de carnavalsraad, is fantastisch hoe die mensen samenwerken en samen horen. Ja. Nee, bij mij is het altijd al geweest, dus je bent er een beetje mee grootgebracht, hè. Dus met carnaval niet nodig. Ja, wat vind je eigenlijk het leukste aan carnaval? Voor mij het leukste is de zondagmiddag vertrekken met de stoet. Als hij vertrokken is, dan ben je voor mij het grote plezier. Dan ben ik zeker, we zijn aan bol, alles is
is klaar, dus om 13:30 vertrekken we. Dus dat is een teken, het is goed. Voilà, het is af, we kunnen ermee vertrekken. En dan op die wagen staan met onze groep, het volk bedienen en onder elkaar plezier maken, dat is voor mij eigenlijk het plezierigste. En ook de dinsdagmiddag het afsluiten, dat vind ik ook altijd heel goed. Wat er nadien dan ook allemaal gebeurt. Als het goed verlopen is, dat je content bent en dat kun je een keer laten gaan. En dan ja. Dat is een andere manier dan de stress ervoor allemaal. Hè. Ja. De stress, als je dat stress kunt noemen. Maar, als gezonde stress. Ja. Maar de stoet zelf, de duizenden mensen langs de kant zie staan en u daarmee amuseren, bij manier van spreken, dat is voor mij het plezantste. Plezantste? Ik vind persoonlijk het plezantste de kindercarnaval, omdat we daar toch het meest mee bezig zijn. Dus dat is binnen mijn vereniging dan, dat vind ik wel het plezantste. Dat is een ongelooflijk goed gevoel dat je ervan hebt als dat allemaal goed verloopt. En je ziet die honderden kindjes daar de revue passeren. Ja, dat vind ik wel het mooiste moment van carnaval. Maar carnaval in zijn geheel is plezant. Hè. Je leeft daar naartoe. Dat is nog altijd zo. Dat is al zoveel jaar dat ik dat heb. En dat verbetert niet de microben. Dat blijft. Dus het geheel is heel plezant. De zaterdag is het plezantst omdat dat kindercarnaval is voor mij. Maar dan de zondag en de maandag. Dat is, de voorbereiding is ook heel plezant. Als dat allemaal goed verloopt, dan dat is het plezantste. Het geheel. Dat zijn natuurlijk niet alleen de pratelwagens die ze maken, ook hun eigen kostuums zijn fantastisch. Ook losse groepen kunnen op een speciale manier uit de hoek komen en iets in het daglicht stellen dat in is op die moment. Dat is het verrassende. Ja. Is er een even rivaliteit tussen de groepen? Of valt dat nog goed mee? Als je de dag van morgen geen rivaliteit meer hebt, dan heb je geen schone stoet meer. Maar wat ik me wel moet zeggen, hè, er zijn prijzen met te winnen, geldprijzen met te winnen. Maar in die eerste prijzen, in die 3-4 eerste prijzen, komt het niet zozeer op aan om de geldprijs te winnen. Daar komt het op de eer aan, van de eerste prijs te winnen. Want tenslotte is het belangrijkste die eerste prijs. Daarmee kun je naar buiten komen, daarmee kun je een beetje stoeven, zeg maar zeggen. We hebben de eerste. En dat is ook van belang voor dan later hun doorverkoop van hun wagens, want de meeste worden doorverkocht en zo. Dat is allemaal heel belangrijk daarin. Allee, ik denk dat zo is dat inderdaad, ja, want die geldprijs is er natuurlijk. En het is vooral, zoals Erik zegt, de eer, je eersnaal. Tweede en derde, dat zijn de voornaamste plaatsen, maar eerste is natuurlijk altijd het beste. Iedereen wil winnen, hè. Dus dat is met de wielersport, dat is in de voetbal, elke ploeg wil winnen. Dus, en dat is met carnaval niet anders, denk ik. Dus als jij bij groep X zit en ik ben bij groep A, dus ik zou willen winnen en jij gaat willen winnen. Dus iedereen doet zijn best. Maar je weet wel een beetje op voorhand, ja, met budget dat je hebt en zo, dus wij horen bij de top 3. En als je daarbij hoort of bij een top 5 of zo, ja, dan begint dat een beetje, maar dat valt eigenlijk nog heel goed mee in Eindhoven, eerlijk gezegd. Dus meestal ja, zijn het altijd dezelfde hier een beetje in Eindhoven, dat naar de eerste plaatsen gaan. Je hebt de carnavalgroep niet gewonnen, die allerhele mate hier hebben gewonnen. De Gielen, dat ze zeggen hier in Eindhoven, is ook een van de topgroepen. Don Joog van Denderwindeken is een van de topgroepen. Stoeten zijn enorm veel verbeterd. En qua vijandigheden, ik vind dat heel goed meevalt. Wel, ik moet zeggen, als ik carnaval vergelijk nu met 15 jaar geleden, dan moet ik zeggen dat er een enorme evolutie geweest is. De afwerking is veel beter, veel verfijnder dan, laten we zeggen, 15 jaar geleden. Ook, het is altijd positief. Er gebeuren geen baldadigheden, er is plezier. Ja, dus alles bij je in de sfeer enorm goed. Op andere plaatsen heb je dikwijls dat er dan moeilijkheden zijn. We hebben dat niet. Het is nog altijd ludiek en heel, heel sympathiek, het hele gebeuren. Ja. Voor iemand die buiten carnaval staat, dan, ja, die zeggen dat is gewoon
En zat dat bende die daar zondag een keer buiten komt. Maar als ze dan zien wat erachter zit, de structuur die erachter zit, ja, dan zien ze toch dat carnaval meer is dan pottenpakken alleen. Dat is toch wel iets dat je, als je er van dichtbij een keer ziet, dan kom je toch tot totaal andere bevindingen. En dat heb ik altijd al ervaren, omdat ik er van kleins af aan in zit. Maar ik heb, zoals op school bijvoorbeeld, collega's die ik niet kan overtuigen van carnaval, die zeggen, jongen, wat is dat? En als ze daar niet voor in de wieg gelegd zijn, heb ik ook liever dat ze niet komen. Want als ze dan alleen die een zondag meemaken, of die een maandag, of die een dinsdagmorgen, nog slechter, ja, dan is het beter dat ze die momentopname niet maken, want dan krijgen ze zeker een verkeerd beeld. Maar carnaval in zijn totaliteit, dat is wel, maatschappelijk heeft dat wel iets te betekenen. En ik ben zeker iemand die van kleins af aan in een carnavalgroep zit en die daarin meedraait tot wanneer dat hij volwassen is, die gaat daar heel veel geleerd hebben. Zeker wat met mensen omgaan betekent en ja, de structuur leren werken en de hiërarchie respecteren, want daar is ook een hiërarchie. Een groep die niet goed in elkaar zit, die strand zeker. En als daar een goede hiërarchie in zit, dan zie je dat bestaat en dat blijft bestaan. En dat is eigenlijk een weerspiegeling van een bedrijf of van iets anders in de maatschappij. Dat zit goed in elkaar en die dat goed in elkaar zitten overleven en de anderen die vallen eruit. Maar dat ziet die een buitenstaander niet, die daar niet heeft ingezeten. Dus eigenlijk zou iedereen een beetje van die microben moeten gepakt zijn en dan een keer van dichtbij komen bekijken. En ik denk dat er veel mensen totaal andere ideeën zouden hebben. Ja, wat zijn voor u eigenlijk de hoogtepunten van carnaval? Tel de aanstellingen van de prins bij de Scots. Bij de Scotten, dat ze zeggen in Eindhoven. Allee, dat is ook nog schijnt de moeite om daar een keer naartoe te gaan. Ten de vele dopen van de wagens. Dus voor een stoet, de vrijdag begint die man al, de zaterdag. Dus je wordt erop uitgenodigd om naar die groep gaan te zien. Allee, de doop van de wagen, dat ze zeggen. Hè. Dus daar steekt het terug al wat tijd in. En de zaterdag gebeurt dat dan ook. Soms te samen met de kindercarnaval. En dat is ook heel belangrijk, want de jeugd is natuurlijk... Nee, het voedsel, de patroon van carnaval, de jeugd gaat verder carnaval moeten rechthouden in Eindhoven. En ik vind dat heel positief, want die gasten, die ridders, die doen dat uitstekend. Elk jaar blijven er maar bij komen kinderen en dat is echt de moeite om dan een keer mee te maken, die kindercarnaval. En die eindigt in de sporthal in Eindhoven, waar het dan nog eerst een kindershow is en daarna wordt dan de kinderprins en prinses aangesteld. En ja, daar zie je soms een keer traantjes vloeien van ouders en ze, ja, met lachen en traan zeggen ze, misschien soms teleurgesteld, dan hun kinderen niet zijn dat erbij zijn, ze waren ook schoon. Nee, maar dat is wel echt de moeite. En dan heb je de roze zondagstoet, de zondag zelf, ook altijd de moeite. Dat vertrekken, zoals je dan een keer van dichterbij wil meemaken, carnaval echt een keer wil zien, is de moeite van daar een keer gaan te zien. En dan heb je natuurlijk de maandag de wortelworp, dat ze zeggen in Eindhoven. Tof altijd aan het stadhuis van op de balkon. Als je die massa daar ziet staan van boven over Hansstraat, dat is echt de moeite om dan een keer mee te maken. Het is natuurlijk de wortelhoort, het is geen najaarworp. Ja. En dan, ja, het afsluiten van carnaval is ook altijd tof. De dinsdag om 11 uur aan het stadhuis, als iedereen daar met een pint nog in de hand en wat dronken, ons stadhuis staat achter een bezenkoek. Eigenlijk dat ze zeggen, ze krijgen er een tas koffie gratis van de schepen en van het bestuur. Nee, het is echt de moeite om dat allemaal een keer mee te maken. En tijdens de popverbranding, de wortelverbranding aan de Mulleman, dat is dan echt om af te sluiten, dat is om 3 uur, de dinsdag. Maar dan zie je vele wrakken. Het is ook wel zo dat carnaval, op het moment, dat weekend van carnaval zelf, dat de rangen zo een beetje, dat valt weg. Hè. Dus die een dokter die hem staat amuseren en die een arbeider die hem staat amuseren, dat zijn allemaal gelijk en ze komen allemaal carnaval vieren. Dat is ook wel plezant aan carnaval, vind ik. En vroeger, 50 jaar geleden, moet dat waarschijnlijk nog meer voelbaar geweest hebben. Want toen was dat respect, allee, respect is misschien verkeerd woord, maar toen was er nog een groter verschil tussen een dokter en een arbeider. Nu kunnen die al samen een pint drinken, maar vroeger waren er groter verschil. En toch was het zo dat met carnaval, dat die mensen allemaal met hetzelfde bezig waren en dat ze allemaal samen aan dat feest meewerkten. Dus in dat opzicht was dat wel heel positief. Waren je ooit geïnteresseerd om een groep te gaan? Nee.
Daar heb ik eigenlijk nooit de interesse in voor gehad voor bij een groep te gaan. Ze hebben daar regelmatig gevraagd of ik daar niet in wilde doen. Maar ik weet, die jongens, en ik bewonder die daarvoor, die steken er enorm veel tijd in. Dus en dat is winter, dat is zomer, dus die zit nu, als dat koud is, echt buiten, die zitten buiten bezig. Hè, want het is eigenlijk een zaal waar ze binnenstammen in wagens voor die te maken, dat hebben ze niet over. Dus dat is ergens in een loods binnen een boer. Het is toch al overal wat dan koud is dat die jongens bezig zijn. En echt, ik bewonder die ervoor, want die steken daar uren in, die steken daar dagen in. Ik ben vorige week nog bij iemand langs geweest gaan zingen. En carnaval, ja, dat is nog iets meer dan een maand. Het is carnaval in Eindhoven. En als ik zie wat werk dat er nog is van die wagens, echt, dat gaat nog werken worden voor dat gereed te krijgen. En ik bewonder die echt niet. Ik heb er nooit niet bij geweest, maar ik bewonder. En bewondering vooral, want als je ziet wat werk dat er is. Ik moet zeggen, ik was onder de indruk. En dat ze dat grove werk was gedaan, al maanden op voorhand, dat ze bezig waren. Maar dan het specifieke, het afwerken, dat konden ze op zeer korte tijd en dat was een totale verandering met een week daarvoor. Ik moet zeggen, het is extreem hoe die mensen daar uren en uren en nachten en dagen hebben ingestoken om dat te realiseren. Echt, ik kon er echt van genieten, ja. Voorbereidende werk, dat duurde gans jaren. En dat ziet de gewone mens die naar de stoet komt kijken, die ziet alleen maar die zondag dat passeren en die staan daar niet bij stil. Hè. Nee. Die staan daar helemaal niet bij stil, wat dat daar allemaal achter zit. Hè. Dus wij steken niet zeker geen pluim op onze hoed. Want dat zijn voornamelijk de groepen hè, die daar alle dagen moeten naar werken. Hè. En met plezier moet naar werken, hè, want anders doe je het niet. Ja, heb je nog iets waarmee je zou willen afsluiten? Ik kan maar één ding zeggen, Innovieters, geniet ervan. Het is in feite samen met het NATO-criterium het grootste gebeuren gedurende het ganse jaar in Eindhoven. Dus zou ik zeggen, draag er zorg van en geniet ervan. Dit was mijn documentaire over carnaval Eindhoven. Ik ga hier over een maand en half zeker ook komen staan om carnaval te vieren. En ik hoop dat jullie dat ook komen doen. Dank u wel om te kijken. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Eindhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Eindhoven en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.